Wat is er gebeurd, waardoor je je been bent kwijtgeraakt? In de zomer van 2017 ben ik met twee vrienden op een leuke eerste vakantie gegaan. Ik was toen 18. We gingen naar Indonesië en we gingen gewoon chillen naar het strand. Dus we hadden scooters gehuurd en heel relaxed gingen we op weg. Ik reed één scooter met mijn beste vriend achterop. En op een gegeven moment raakte ik de controle kwijt in de bocht. Toen knalde ik tegen een boom aan. Had ik letsel in mijn been, inwendige bloeding, waardoor mijn circulatie stopte. Dat was eigenlijk aan het begin niet zo'n groot probleem. Het heet compartimentsyndroom. Ik heb zelf 3 jaar geneeskunde gedaan nu. En het is best makkelijk op te lossen. Simpele operatie. Dat weet je nu omdat je gestudeerd hebt nu? Ja, de arts zei het ook later toen ik uiteindelijk geopereerd was. Die zei het ook van, eigenlijk is het heel makkelijk. Ik snap niet waarom je... Die arts. Ik snap niet waarom je nu pas geholpen bent. Want je hebt eerst dat ongeluk in Indonesië gehad. Ja. Daar ben je 3 dagen niet geholpen eigenlijk. 5 dagen. Vijf dagen. Ja. Niet geholpen. Ja, ja. Gewoon, het komt wel goed met je. Ja, geen pijnstilling, niks. Niks. En mijn been ging dood. Dus, jij had pijn? Ik had heel veel pijn. Ja. Niemand kijkt naar je om? Ja. Uiteindelijk ben je in Singapore terechtgekomen? Ja. Ja, door mijn moeder. Die heeft me uiteindelijk gered. Bijna door de alarmcentrale te smeken of ik... alsjeblieft naar Singapore overgevlogen zou mogen worden om een operatie te krijgen. Ja. Hoe heb je dat toen volgehouden, die dagen? De eerste 2 dagen was ik nog samen met mijn beste vriend. Dus dan heb je elkaar nog. En daarna raakten we gescheiden. Toen was ik op een gegeven moment wel heel eenzaam in het laatste ziekenhuis. Toen, ik heb het gewoon volgehouden door te denken aan thuis en... mijn broertjes, mijn familie, niet opgeven. Op een gegeven moment zat ik er echt doorheen. En ik weet niet hoe ik het toen heb gedaan, maar ik heb niet opgegeven. Ja.